Ja, vrienden, we hebben het allemaal gezien met het Nederlands elftal. Ja, het was om te huilen natuurlijk. Ja, het was allemaal van voor naar achteren. En het was van links naar rechts. En een balletje, en nog een keer een balletje breed, en nog een keer een balletje breed. En geen tempo, en geen energie, en helemaal niks. En dan denk ik bij mezelf, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Er is toch geen grotere eer dan te spelen in het oranje shirt. Ja, in het Nederlands elftal. Ja, en jullie spelers, jullie moeten toch beseffen dat jullie zijn het uithangbord. Ja, ons uithangbord. Jullie zijn het visitekaartje van Nederland. En dan kan je toch niet zo gaan lopen, want dat is het gewoon. Lantefanten, dat heb ik gezien. Ja, en als jullie zo doorgaan, vrienden, daar, in Qatar, daar gaan jullie lantefantend het toernooi uit. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet bestaan? En je zet ons, ja, als Nederlands, zet je ons ook voor joker in het buitenland. En nu denkt iedereen maar van, ja, nee, we gaan het eventjes even regelen tegen Amerika. Nou, dan moet ik even waarschuwen, vrienden. Want als wij maar de helft zouden hebben van de mentaliteit van de Amerikanen, dan waren wij al lang een keertje wereldkampioen geweest. Ja, want die Amerikanen, die hebben dit. Die gaan voor elke bal, vrienden. Die geven niet op. Die gaan tot de laatste snik. De Amerikanen, die zijn topfit. Die zijn hartstikke jong. Die hebben de spirit. Ja, die zijn echt, ze met elkaar echt een team. Die gaan voor elkaar door het vuur. En dus als we niet uitkijken, dan gaan we echt de bietenbrug op. Geloof me nou, want wij moeten minimaal hetzelfde doen. Ja, wij moeten ook zo er tegenaan voor elke bal gaan. Ja, elk duel keihard erin. En ik vraag me ook af bij die spelers van het Nederlands elftal. Ja, hebben jullie er soms geen zin in of zo? Ja, ik zie geen lachende gezichten. Waar is het plezier in het spelletje? Ja, dat is wat ik terug wil zien. Maar daarom, ik waarschuw nu alvast voor Amerika. Jullie zullen een knop mentaal moeten omzetten. En jullie zullen echt als strijders het veld in moeten. Zeker nu een paar spelers niet in vorm zijn. Ja, dan wordt het helemaal gevraagd. Als je niet in vorm bent, dan moet je juist strijd leveren. En daarom heb ik dit voor Louis. Louis, dit ga jij bij de spelers. Dit laat jij snel ook maken. En dat ga je bij de spelers op de kamer hangen. Daar komt hij. Hier. Lees je mee? Lees je mee? Kun je het lezen? Goed lezen. Ik hou het iets dichterbij. Dan kan je het goed lezen. Ja. Hier. Goed lezen. Ja. Inderdaad. Vreet het gras op. Tot je groen poept. Dat is hem. Ja, die moet je ophangen bij die gasten op de kamer. Zodat ze er de hele tijd naar kunnen kijken. En dat ze dat kunnen beseffen. Ja, en ik heb ook nog een kleine uitvoering voor je. Hier, die kan je in de bus ophangen. Hang hem in de bus op. Gewoon, ja, op de achterkant plakken van die hoofdsteunen. Dan kunnen ze er naar kijken onderweg naar het stadion. En in de kleedkamer, dan zeg je het nog een keer. En dan zeggen ze je na. En dan zeggen jullie met elkaar: vreet het gras op tot je groen poept.